De jeugd van het district Koroni heeft vanaf het afgelopen weekend een plek waar ze zich beter kunnen ontwikkelen. Het gaat om het pas gerenoveerde cultureel centrum Koroni met een bijbehorende community hub die president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen zaterdag heeft heropend. Met de heropening van de community hub is er ook een grote donatie gedaan aan de gemeenschap van Koroni in de vorm van apparatuur die de kinderen kunnen gebruiken in de hub om zich verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij om 40 desktop computers, 6 laptops, een 36.000 BTU airconditioner, 100 comfortabele stoelen, 3 bureautafels en 2 vergadertafels. Deze donatie is mogelijk gemaakt door ondersteuning van Capricorn Energy, een dochteronderneming van Total Energies. Daarnaast hebben VCB, Telesuur en Stichting Hati Club een bijdrage geleverd. John Munslag, voorzitter van de Stichting Cultureel Centrum Koroni, haalde aan dat de jeugd van Koroni ziender ogen achteruit gaat, omdat de jeugd al daar geen verteer heeft. Echter hoopt Munslag dat er daarin verandering komt met de community hub. We gaan ook proberen in dit centrum binnenspelen te organiseren. Ik denk aan dammen, ik denk aan shoebak, ik denk aan schaken, ik denk aan noem maar op. Alleen om de jeugd van die straat te houden. We gaan met de schoolleiders goede gesprekken hebben, zodat ze ons kunnen helpen hoe wij dit voornemen kunnen uitbouwen of kunnen laten plaatsvinden. President Santokhi acht goed onderwijs van groot belang voor de jeugd van Koroni. Het Kokosdistrict is vaak verstoken geweest van automatisering van het onderwijs. De president heeft graag dat er in het centrumgebouw informatiesessies gehouden worden voor de jongeren over marktgericht onderwijs voor de verschillende sectoren. Want niet alle kinderen zijn bestemd om dokter te worden, ingenieurs te worden. We hebben kinderen nodig die opgeleid moeten worden in die beroepsrichtingen, in die agrarische productie. In die veeteelt, in die bijenteelt. Zij moeten een ander soort opleiding krijgen. Dit is gewoon een klassiek onderwijssysteem. Ze moeten marktgericht, beroepsgericht worden. En wie moet het allemaal doen? Wij samen, Koronianen samen met onderwijs en alle organisaties. Dan komen we met die opleiding. Kijk, hier geweldige zaal heeft u. Een geweldige zaal om die training hier te verzorgen. Huiswerk begeleiden, geweldig. Maar één ding moet wel veranderen. Amora moet changen. De president ziet graag dat Koronianen hun district zelf tot ontwikkeling brengen. Er moeten nieuwe kansen komen voor het district.